Sommige bruinvissen zijn maar zo groot als een kind eigenlijk. En ik kan me zo voorstellen dat een zwakke bruinvis misschien ook even weerloos voelt. En dat je ook zo dat lomp gewicht op je schouder, dat is iets dat ik wel herken. Maar dan tegelijkertijd, als je die zo kunt verzorgen en terug laten opgroeien tot het een gezonde bruinvis is, dat je je ook wel achter wilt zetten om zo die dieren zich te laten ontworstelen aan ja, de problemen die de mens veroorzaakt. We zijn vandaag in Annapolona op landgoed Hoenderdaal. En Hoenderdaal is een landgoed van 64 hectare en bestaat uit een bosrijk dierenpark, een natuurgebied. En het biedt thuis aan Stichting Leeuw, een opvangcentrum voor katachtigen. En sinds eind vorig jaar biedt het ook thuis aan SOS Dolfijn. En op landgoed Hoenderdaal zijn wij een nieuw centrum aan het bouwen en bouwen wij een educatief walvisopvangcentrum. Ja, we staan hier, Lies, bij de twee bassins. Eigenlijk een beetje het hart van de stichting. Want hier kunnen we dus straks ook echt daadwerkelijk weer de diertjes opvangen. Het is juist heel mooi om mensen dat diertje goed te kunnen laten zien. Omdat walvissen ja, heel moeilijk in het wild te bestuderen zijn. En we hier eigenlijk een unieke vorm bieden waarbij we het individuele dier hulp bieden. En tegelijkertijd mensen meer bekend kunnen maken met de soort. Wat mij geïnspireerd heeft vandaag, een aantal dingen die Annemarie vertelde over geluidsvervuiling en over hoe de walvissen en de dolfijnen daarmee omgaan. Mensen die soms wel eens overprikkeld geraken, misschien wel herkennen.